Vandaag gaan we het hebben over jouw digitale huiskamer. Ja, die huiskamer die gaan we op zo'n manier inrichten dat die nog conversieverhogend is. Oftewel, wat zet je allemaal op jouw website? Laten we beginnen. Welkom, leuk dat je luistert of kijkt naar aflevering 38 van Trouwfilms Ambacht. The Art of Selling Memories, de podcast voor trouwbiografen. Mijn naam is Nadege en ik ben vandaag de host van deze aflevering. En ik ben vandaag samen met Robin en Brian. Hallo, welkom. En we gaan het hebben over websites. Websites? Ja. Oh jee. Wat, wat denk je waar we het over gaan hebben? Zeg maar ik denk over de websites, website, ja. Ja, ja. Maar... ja. Over wat er op een website staat. Wat er op een website staat. Ja, en hoe je ervoor kan zorgen dat die goed converteert. Want een website, aan zich, is natuurlijk al hartstikke leuk om te hebben. Maar op het moment dat er niemand iets boekt, dan heb je er ook niks aan, denk ik dan. Uh, dat klinkt heel logisch. En volgens mij gaan we het ook hebben over mensen die wel een Instagram pagina hebben, maar niet echt een website. <laughs> ik voel nu al een roosje binnen. <laughs> ja, dat zie ik ook al. Uh, dat voel ik ook al aankomen. zo. Uh. Nee, maar uh, website is geen must. En ik denk nee. dat, en dat, dat zal ook wel een, een topic worden die misschien voorbij gaat komen in de aankomende pff, de 40 minuten. Ja. ja, en het is ook zo mooi, want een website kan je helemaal tweaken hoe jij bent als persoon of videograaf en daar zijn ja allemaal tips en tricks en whatever. Wij hebben natuurlijk ook van alles denk ik meegemaakt in onze website uh, flow, dus daar gaan we het lekker over hebben. Ik ben benieuwd. Maar eerst gaan we het nog even een leuk nieuwtje vertellen. Nou jongens, voordat we er volledig induiken gaan we eerst nog even in het korte rubriek uh, vertellen gewoon hoe het met jullie gaat en uh, vertel ik ook nog een leuk nieuwtje. Wat ik heb gedaan. Dus Oeh, eerst. Ik ben nu al heel snel benieuwd naar jouw nieuwtje. Ja, maar... nou, mijn nieuwtje, nee, maar ik wil toch eerst weten hoe gaat het met jullie? Het gaat goed. Het uh, ja, jaar begint aardig vol te raken qua boekingen, dus dat is leuk. Of ik het idee hebt dat jullie veel meer boekingen krijgen dan ik, maar oké, dat, ter, dat terzijde stuur ze allemaal naar jou door. Ja, nee, dat is zijn. goed. Ja, eigenlijk, eigenlijk zijn al mijn bruidsparen zijn gewoon al jullie afdankertjes. <laughs> ik wou het niet zo zeggen, maar. Ja, en Brian, hoe gaat het met jou? Ja, volgeboekt, hè? Dus uh, positief omtiedom, om het zo. Omtiedom, ja, omtiedom. positief om te zeggen, uh, ik blijf binnen binnenkrijgen nog. Dus zelfs voor dit jaar, dat ik denk, ik zit vol. Dus ja, ze willen echt Lekker. Ja, ja positief. Dus uh, Robin en ik stuur een paar door. Ja, dat is ja. <laughs> leuk. Nou, dan nu toch de nieuwtje van. Of, de nieuwtje zo gaat goed. Het nieuwtje. Uh, ik heb natuurlijk, uh, nou, het is al een tijdje terug, maar ik heb uh, laatst voor het eerst echt een, een, een video van mezelf dat ik in de camera praat op mijn Instagram gezet. Ja. En nou, dat vond ik sowieso al heel spannend. En het was ook best wel moeilijk. Maar ik had wel gelijk heel veel positieve reacties en mensen ja wat leuk en ook überhaupt het bereik van zo'n reel was ook hoog dat ik denk nou doe ze normaal ik maak hele mooie beelden en die komen nergens is persoonlijkheid. persoonlijk ja, ja. Dus, en het echt dat, dat dat je ziet dat heel veel met die captions die dan natuurlijk erin poppen dus uh, ik had ook een poeltje geplaatst om meer doen en uh, dus ik ben nu een beetje een soort contentlijst aan het maken met allemaal ideeën wat ik dan kan zeggen voor de camera met in, in, misschien met beeld erbij of zo uh, ja en dat dan op mijn Instagram inplannen Nice. Maar je wilt dus eigenlijk meer gaan, laten we het vloggen noemen? Ja, nou ja, vloggen, ja, gewoon inderdaad wat jij eigenlijk al veel doet. Dat, <laughs> <laughs> ik wil dat ook. Ja, spreken spreek in de camera. Ik wil doen wat jij doet. <laughs> ja, maar we zijn natuurlijk, ik ben sowieso, was ik daar eerst helemaal niet van, maar met de podcast leren we dat natuurlijk ook. En ja, dan, maar want voor het beeld, we hebben hier drie camera's staan die ons filmen terwijl we de podcast opnemen. Ja, ja. dus uh, toen dacht ik nou dat... Uh, ik vind het ook heel leuk om te doen, maar het is voor mij vooral de zinnen en zo, de bopbouw. Maar dan gaat het mij, de eerste vraag die ik dan heb is, waarom wil je het doen? Wat, 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 hoe, hoe en waarom zie je er meerwaarde van in? Nou, ik weet wel bijna zeker dat er meerwaarde in zit, omdat het eigenlijk... Het is nu echt een trend dat mensen, sowieso makers of uh, weet ik veel, al zijn het geen uh, videografen, ook andere ondernemers doen het heel veel. En het laat echt zien wie je bent dus, uh, en hoe jij praat en... Um, ook het consistent, dus dat laten zien op je pagina. Ja, ik zie dat wel echt als een meerwaarde. Dus niet alleen beeld en uh, nou, dit is allemaal mooi werk, maar ook gewoon wie, wie zit daarachter. Want ik kom ja. soms op pagina's dat ik denk, ja, vet. En maar dan wie ga maakt ik eigenlijk, het? ik ben gelijk heel nieuwsgierig naar hoe ziet die persoon eruit en wie is het. Dus ik ga dan naar de website en dan kom ik op een foto, maar dan had ik eigenlijk misschien al zo'n filmpje of zo, dat iemand voor de camera praat en doet. Dat, dat werkt gewoon heel goed. Hmm nu sowieso in deze tijd ja en dan ga ik toch over TikTok beginnen ja daar zie je het nog meer ja dat is, wel, dat is wel waar ja. <laughs> oké okay. maar laten we vooral nu uh, beginnen over het onderwerp waar deze podcast echt over gaat namelijk uh, websites um, ik wil eerst wel gewoon weten uh, nou wat, als je aan een de website denkt wat zijn dingen die um, waar je bij je rekening moet houden of waar moet je aan mee beginnen dus hè, laten we vooral eerst voor de beginners uh, nou je begint met een videografie je wil een website wat moet je doen? Ik denk dat je eerst moet gaan zoeken uh, waar je je website wilt hosten. En of je hem zelf gaat maken of dat je iemand anders het laat maken. Want ik denk dat dat wel een grote rol speelt. Um, en natuurlijk, wat ga je precies op je website plaatsen? Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen moet zijn. Mm -hmm. Ik weet niet, Robin, heb jij iets toe te voegen? Ik was heel gefascineerd aan het luisteren. Ik ben totaal vergeten wat de vraag was. Wauw. <laughs> wow. nou, Sorry. Eigenlijk dus ik je... Zo zit ik hier vandaag. Ja. Kort en bondig, als je dus net begint met een of in ieder geval een beginner bent en ja. je hebt nog geen website, waar ja. moet je aan denken? Ja, uh, ik, ik, ik denk, ja, je moet aan heel veel dingen denken. Laat mm -hmm. dat heel duidelijk zijn. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat je, je eerst afvraagt: uh, wat wil je gaan bereiken met je website? Dus wat is de meerwaarde van het feit dat je een website hebt? Want iedereen heeft het gevoel dat hij een website moet hebben. Mm -hmm. Je bent freelancer of je bent uh, zelfstandig ondernemer. Dus daar hoort een website bij. Het is bijna alsof je een, een, een auto wil als je net een huis hebt gekocht. Het is een, een, een soort van 1 plus 1 of zo. Mm -hmm. Dat is een slecht, slecht voorbeeld trouwens, maar oké. Okay. Mm. Uh, nee, kan wel. <laughs> maar, kan wel. Nee, niet helemaal accuraat, maar you get the point. Um, en er zijn heel veel mensen, in, zowel in, in, in onze branche, maar ook gewoon die hele andere dingen doen, die een website hebben die gewoon niks doet. Die gewoon als soort van visitekaartje, maar mm -hmm. de, de, ze hebben er niks aan, er gebeurt niks mee. De, 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 je hebt een contactformulier... Maar op het moment dat je bijvoorbeeld geen producten verkoopt, hoe vaak word jij via je contactenformulier benaderd? Uh, en dan bedoel ik even puur het contactenformulier, wat dan bij context staat en niet zozeer een aanvraag voor een bruid of specifiek. Want mm -hmm. die is in ons geval is natuurlijk best wel, dat is de meest belangrijke knop op de hele website. Ja. Um, maar alle andere mensen die dan hè, misschien heb je nog een, luister je naar en misschien ben je uh, of fotograaf of je bent uh, een andere leverancier. Uh, hoeveel mensen komen er nou echt via je website binnen? Dat lijkt me heel inzichtelijk om, uh, om gewoon voor jezelf eens uh, ja, te bekijken. Mm -hmm. Vroeger waren websites veel belangrijker dan ja. tegenwoordig. Alles gaat via social media, of het heel veel gaat via social media. Maar het kan ook zijn dat, je, dat alles wel via, via, via jouw website binnenkomt. Um, dus dat, dat zou voor mij één zijn van waarom denk jij een website nodig te hebben? Um, bijvoorbeeld in mijn geval, ik doe naast trouwvideografie doe heel, heel veel andere dingen. Uh, ik heb een uh, gratis productenpagina waar mensen dingen op kunnen inschrijven, dan komen ze op een mening terecht. Uh, ik verkoop letterlijk producten op mijn website. Dus dat is voor mij, het is voor mij een soort etalage ja. hè, waarmee ik dus mm -hmm. dingen verkoop. Um, dus dat, ja, ik, dat, een website is voor mij dus eigenlijk al veel meer dan alleen maar... Uh, portfolio. Een, een portfolio. exact portfolio, ja. exact. Ja, ja, dat is een goed punt, portfolio. Want portfolio, dat is vaak de reden waarom mensen een website willen hebben. Ja. En daar gaan we het straks over hebben. Check. Ja. Nice. Uh, ja. Ja, dus, en, maar jullie hadden al... Hoe was dat bij jullie? Hadden jullie gelijk het idee dat ik een website ging maken? Of hebben jullie echt pas later in jullie proces een website gemaakt? Of En hoe bouwen jullie die? Met welk programma? Hoe is dat gegaan? Nou, ik, toen ik All begon, by. zeg maar, had ik nog geen website. Uh, of ja, ik had een website, maar daar had ik nooit iets aan gedaan, zeg maar. Dus dat was een beetje zo'n zo ja, mengelmoes van van alles. Ja. Uh, toen ik ingeschreven was bij KVK, toen heb ik meteen uh, die knoop doorgehakt van... oké, okay, die website moet beter. Ik zat toen bij Jimdo, dat mm -hmm. uh, is ook zo'n service om een website te bouwen... en dat kun je zelf allemaal doen. Uh, bestaat dat nog? Bestaat nog, grappig. En ik ben heel eerlijk, ik ben er niet heel tevreden over... Want je zit daar nu nog steeds. Ja, die, pa die desbetreffende pagina, uh, mm. in mijn geval dus die zit nog steeds daarop. Okay. Uh, en ik ben dus ook aan het kijken om die te laten uh, vernieuwen. En ook via een andere hosting. Want je bent eigenlijk met die beelden best gelimiteerd. Uh, ik heb natuurlijk nog een andere website, uh, trouwens.nederland.com. En dat is gewoon. Uh, mijn trouwpagina en die zit bij Squarespace, en dan heb je zoveel meer vrijheid om zelf iets te maken. Mm -hmm. uh, en ik dacht toen: Ja, weet je, ik begin nu. Ik moet ergens uh, ja, aanvragen binnenkrijgen. Laat staan uh, Berk laten zien, want YouTube en Vimeo heel leuk, uh, maar ja, dat, daar krijg ik geen aanvraag door binnen, Tenminste, niet 1, 2, 3. Dus uh, zo doen de website aangepast naar trouwpagina destijds en uh, daarmee gewerkt, ja. Ik denk, ja, ik vond het wel essentieel om te hebben, zeg maar. Gewoon in ons vakgebied dan, zeg maar. Waarom? Nou ja, um, hoe krijg je anders aanvragen binnen, denk ik dan. Ik had wel een Facebookpagina, uh, een Instagram. Uh, en ik moet zeggen, ja, via Instagram nu krijg ik heel veel aanvragen. Mm -hmm. Maar al met al gaat het nog altijd via mijn website uiteindelijk. Ja. Want ik zeg ook altijd, stuur een aanvraag in. Want, ja. ja, dan komt het in je mail, heb je een beter overzicht. Ik denk, dat is wel heel belangrijk. Ja, dat is inderdaad een hele goeie. En dat je eerste, als je eerst, ik krijg ook heel veel aanvragen via Insta. dan zeg ik altijd: vul dit in contactformulier. Heb jij al gelijk een website? Ja, ik, 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 ik weet nog dat ik op dat ik studeerde aan de HKU. En uh, ik, ik, ik heb altijd al heel veel websites gehad. Mm -hmm. leuk, <laughs> ik had Vroeger leuk. had ik robinderitter.nl. Nice. Oh my God. Nou, die bestaat nou niet meer. Oh, jammer. Ik nee. ging nee. even gaan kijken. <laughs> <laughs> nee, maar ik, ik was altijd heel geïntrigeerd over. Uh, over hoe hoe je jezelf online kan uiten en mm. het beeld wat je daarmee creëert voor jezelf ten opzichte van mensen die je gewoon nog niet kennen. Ik weet nog dat ik dus nog studeerde aan de HKU en iedereen heeft gewoon vier jaar lang gedacht dat ik ook gewoon gedurende mijn periode op de HKU een een eigen bedrijf had <laughs> omdat ik gewoon een <laughs> website had en alles erop en eraan. Maar ja. ik heb ik heb ik had me nooit ingeschreven bij de Koophandel. Maar iedereen was er eigenlijk van overtuigd omdat ik altijd ook onder dezelfde naam werkte. Ja. Uh, dat 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 automatisch dus mijn een bedrijf zou zijn. Dus, ja. dus het mm. feit dat je een website hebt, werd toen de tijd heel erg gelinkt aan: je hebt een website, dus je hebt een bedrijf. Ja. Uh, en dat vond ik heel intrigerend. Ik vond het heel, heel interessant. En ik weet nog, mijn allereerste website, dat was een of andere. Ik was een soort van anime-fan. En ik was Yu-Gi-Oh, Digimon, uh, Pokémon, Yu-Gi-Oh, ja, nou ja, goed. kijk Brian aan die. Weet ik snap jou. Weet het ook wel. Je snapt snap dat. <laughs> um, en dat was een soort van fanpage. En dat vond ik leuk om bij te houden. En toen kon je zo'n ticker-count instellen op yeah. je homepage. Yeah. En op een gegeven moment had ik 400 page views. En dat was helemaal de shit. Want ja. je werd niet zo makkelijk gevonden toen de tijd. Nee. Uh, nu is dat veel makkelijker, in principe. Het is veel makkelijker om heel, een heel groot uh, uh, bereik te hebben. Um, dus, dat, dat, ja, dus, dus ik, ben eigenlijk al, ik ben er al jaren mee bezig. Um, en nu zit ik bij uh, Phoenix. Mm -hmm. Niet veel mensen kennen dat, maar dat is van de Imu. Um, uh, de Imu kennen heel veel mensen waarschijnlijk wel. En de auto Phoenix wordt wel steeds uh, populairder. En dat is een, uh, een website-beelder die eigenlijk heel erg makkelijk in uh, gebruik is. Mm -hmm. Het is wat moeilijker om het echt te customizen, dus precies zoals je het wil hebben. Bijvoorbeeld werken met video's. Gaat niet heel erg makkelijk. Mm, okay. En dat is natuurlijk een heel groot nadeel voor ons trouwvideograaf. Ja. Want video is natuurlijk uiteindelijk onze <laughs> selling point. Um, maar op de een of andere manier ziet het gewoon altijd heel slik uit. En ja. het is heel erg uh, ingericht voor conversie. Dus alles wat je kan toevoegen, dat leidt uiteindelijk tot, uh, tot een hogere conversieratio. Wat dus eigenlijk, voor de mensen die niet weten wat het is resulteert in uh, meer aanvragen. Dus de dus procentueel hoeveel mensen daadwerkelijk overgaan tot het invullen van je pagina, tot eventueel niet. Um, en daar ben ik heel, heel tevreden over. Ja, dus dat ja. kan je ook. Want vaak krijg ik wel de vraag van hoe je website zijn. Mensen denken ga ik aan programmeren en helemaal moeilijk. Ja. Hoe is de interface bij jullie? Kan je gewoon dingen slepen en plaatsen? Uh, ja, in het geval van Imu of van Phoenix kan dat. Dus inderdaad. Mm -hmm. En wat, wat, waarom het zo goed werkt, is, is omdat het eigenlijk een soort verticale weergave is. Dus het is heel erg ingericht op uh, mobiele weergaves. Mm, yeah. Omdat alles verticaal bedoeld is. Dus, yeah. dus je begint bovenaan het pagina en dan scroll je naar beneden. En dan kom je langs mm -hmm. informatie en langs leuke interessante dingetjes en feitjes en fotootjes en frutsels. Yeah. En helemaal onderaan heb je dan een soort van, nou, klik hiertoe, blablabla. Ja. Um, en omdat het helemaal zo ingericht is... bij andere websites, zoals bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Wordpress templates... die zijn heel erg horizontaal ingericht. Dus daar lees je heel veel dingen van links naar rechts. En dan ja. moet je dus van pagina naar pagina... Hmm. om dus die website te scannen. Want vroeger was een webpagina was gewoon letterlijk e sch schermvullend. Ja. En dat was het. En daar moest je het dan mee doen. En we zijn nu zo ingericht op scrollen. Hè? Van, ja. van onder naar boven. Van ja. onder naar boven. Ja. Zowel voor het telefoon als tegenwoordig ook steeds meer op webbrowsers. Uh, dat dat ja, voor mij gewoon nu heel goed werkt. Dus dat is. De, ik, zou het, ik zou het iedereen aanraden. Het is niet goedkoop, maar goed. Wat wel? Uh, hoe, welke prijskategorie moet ik ongeveer denken voor degene uh, die luistert? Oeh, volgens mij betaal ik luistert. iets van. Nou, oh, wat zal het zijn? Duizend euro per maand. Nee, niet per maand, per jaar. Wow, oh, ik wilde dat zeggen. Wow. Wow. Ik, ook al ja, ik zag helemaal een miljoenen nee, oh, nou, ja, miljoen nee, website. Nee, volgens mij was het duizend euro duizend per, jaar, jaar per jaar. En dat is, het is een abonnement. Ja. Normaal gesproken betaal je iets van. Oh, wat zal het zijn? 1500 euro voor een website. Om hem te laten ontwerpen en dan heb je misschien nog een klein abonnementje erbij om daadwerkelijk te onderhouden. Mm -hmm. mm. Dus dan betaal je betaalt nog 550 euro per maand of zo voor ja. puur inhoud. Um, dus op lange termijn is dit natuurlijk de duurdere variant. Mm -hmm. uh, maar als je één keer een website bouwt voor, voor 1500 euro, dan ben je natuurlijk veel goedkoper uit als je ja. dat tien jaar lang vasthoudt. bijvoorbeeld. Ja, ja nou ja, goed, kijk, ik heb dan Squarespace nu voornamelijk en die werkt dus met blokken. Uh, mm -hmm. Blokken, uh, buttons, uh, banners. En die kun je eigenlijk. Ze, hebben, ze geven je echt. Je hebt iets van 1100 templates. Uh, waarvan je kan starten, zeg maar. En dan kun je het vanuit daar kun je het helemaal uitbouwen. En wat betaal ik daarvoor? Wat zal het zijn? Op jaarbasis 300 euro. Echt? Ja. Dat is niet duur. Echt, Dat is echt veel voor jullie website. Ja, maar goed. Weet je dan, heb je, dan heb ik het over één website met hosting. Maar jij betaalt uh, veel voor muziek, hè? Ja, maar ik ook. Ieder zijn ding. Ja, jij ja, ook. Ieder, nee, maar ieder zijn ding. Ja, ja. 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 Nee, maar uiteindelijk, uh, als ik dan kijk naar Gymnode, daar betaal ik nog geen 100 euro voor. Maar ja. Ja. maar ja, daar kan ik ook bijna niks in. En als ik dan, wat ik daar een nadeel van vind, ik verander daar iets in die template, of, mm -hmm. in die beelden. Uh, en ik schakel over naar, ik pak de telefoon erbij, de tablet. En de laptop om te zien hoe het veranderd is, en bij Jim, bestaan staan dingen schots en scheef. Terwijl bij Squarespace heb je gewoon mobiele weergave. kun je alles aanpassen, nog ook daarin. zeg maar dat het gewoon precies goed staat. Dus je bouwt hem in principe twee keer, want je past de mobiele versie aan ja, na je... de webversie. Maar dat is overal. Je maakt ja. hem responsive voor, voor alles. Ja. Precies, ja. en ja. ik moet zeggen, ja, ik, ik vind het heel toegankelijk en gebruiksvriendelijk. En ik denk dat dat een van de belangrijkere dingen is. Uh, voorheen was het ook niet mogelijk om nl domeinen te krijgen op Squarespace. Dat ging echt puur vanaf .com. Mm -hmm. Maar sinds volgens mij een maand geleden kan het wel. Dus, oh, wat grappig. Ja, ik heb nu daar uh, vijf domeinen staan, uh, <laughs> al uh, vastgezet. Zeg maar. Vijf domeinen? Ja. Dus jij gaat ons uh, Trouwvorms Ambacht uh, website bouwen? Wie, wie weet. Wie weet. Ik heb, ik heb, ik heb letterlijk ambacht, uh, heb Ambacht uh, al vastgezet. Ja, je hebt, je hebt, je hebt, wat dat ik heb, heb claimt, ik jullie ja. gezegd, ja. Maar wat ik wel interessant vind, sorry uh, Nadesch, ik, want ik dacht dat je meteen wat wou gaan zeggen. Uh, Ga maar door. Jij zegt net Ja. Waarom heb je die niet aangehouden? Ik heb hem nog. Heb je hem nog? Ja, ja. Want het kan goed de, werken als een backlink uiteindelijk. Nee, precies. Dat moet ik instellen. En daar ben ik te lui voor geweest. <laughs> en, dat, dat, en ik heb hem nog steeds heel lang al. En dat, ja. ja. Zo, zo gaat dat maar dan is, is het dan niet zonde dat je ervoor betaalt als je, als je er niks mee doet? Ja, maar dat is nu met jouw allemaal toch ook zo? Sommige mensen die kopen een URL gewoon puur om te claimen. Voor het geval dat ooit. Maar ja, wat kost ja, maar, dat? Mij kost je, een euro per maand of zo. Zoiets. Nee, maar op het moment dat je de website online zet, is die toch meteen een stuk duurder? Of nee. heb je hem, nou ja, uh, jawel, want ik betaal voor mijn domein bijvoorbeeld 18 euro, zeg maar iets. En op het moment dat die website online gaat, dan komt er een bedrag op, zeg maar. Ja, dat is nieuw, nieuw voor mij. Dat maar... is dan, dat is dan ik... wat je dus het jaarlijkse bedrag zet. Met. Dus mijn, mijn Squarespace square pagina. Ik weet trouwens niet precies hoeveel. Dus zo, ik gok 300 euro, dus echt zeg maar puur gokje. Mm. Maar uh, dat begon met een domein wat je koopt. En mm. daarna koop je dus de website, zeg maar. Dat is het idee. Ja, je koopt eerst het domein, dat is ongeveer 2,50. En dan krijg je een soort van de, de MB-snelheid die ja. een website kan krijgen. Of, en dan zo'n aparte mail eventueel. Tenminste, en, zo is het bij mij. Precies, en dan kun je het zo uitbreiden met wat je nog ja, nodig hebt, zeg want maar. Want ik had op een gegeven moment uh, ik had het goedkoopste pakket toen. Want ik zit echt op een hele andere unit dan jullie. Want waar zit jij? Um, nou, ik zit op Trans-IP, is mijn hosting. En ja. ik bouw in WordPress. Ja. Dus ik heb twee aparte. Um, overigens de goedkoopste optie, <laughs> als je zo bekijkt. Oké, okay, ja. Um, uh, maar dan heb je een goedkoop pakket. Uh, uh, en een iets duurder en een nog duurder. Maar ik merkte op een gegeven moment kon ik niet meer dingen op mijn website zetten. Of kon ik die aanvraag niet meer verwerken. Omdat het dus te, te weinig MB's of te weinig snelheid had. Of in ieder geval, het was te weinig voor mij. Dus ik moest hem uitbreiden. Uh, dat was 5 euro duurder. Volgens mij betaal ik nu uh, 15 euro per maand. En mijn pakket is 60, zeg maar, mijn template in WordPress. Dus dat zijn mijn totale kosten. Dus dat, is oh, dat valt mee. Ja. ja. Um, maar ze heeft ook gewoon niet zo'n mooie website. Dus dat, uh... Hallo. Ik heb geen trouwpagina, maar voor de rest is het er wel vet. Het is een nette yeah. website hoor. Ik yeah. heb hem al gezien. Ik probeerde dus... gewoon even een you... shit burn te doen, jongens. Yeah, ja, yo. ja, ik ben niet gewend dat <laughs> iemand anders je wordt, Dus dan krijg je dit. <laughs> ja, maar dat zo. Ik ja. Maar ik wil even nog iets meer door op uh, het portfolio-gedeelte van jullie website. In ieder geval hoe jullie dat, hoe jullie dat doen. Um, Laten jullie bijvoorbeeld alle video's zien? Of uh, hoe, wat voor soort portfolio hebben jullie nu? En wat kan je de luisteraar meegeven? Om... Uh, mijn tip zou zijn, zet op je website als portfolio zijnde... hetgeen wat je wilt doen, zeg maar. Dus uh, wil jij buitenlandse bruiloften doen? Mm -hmm. Laat buitenlands werk zien. Uh, dat is iets wat ik in het begin niet deed. Uh, ik had toen ook nog geen buitenlands bruiloft gehad. Dus dat helpt natuurlijk ook. Uh, maar ik liet alles zien. En ja. uiteindelijk uh, ben ik daar gewoon vanaf gestapt. Ik heb nu volgens mij iets van vijf video's op de website staan. Uh, moet ook overigens weer geüpdate worden. Maar dan hebben mensen wel meteen een goed idee uh, wat ik doe. En wat ik dan ook verder doe, is gewoon website banners met videobeelden en zoiets allemaal. Om een beetje uh, toch mijn werk te laten zien. Want uiteindelijk denk ik zo van, heel leuk Instagram. Wat als Instagram daar uh, wegvalt? Dan heb ja. je geen plek waar je werk staat. Dus zodoende moet je ook denken voor je website... Je belangrijkste werk, je mooiste werk, laat het zien. Uh, maar ik denk ook weer van, limiteer het tot een x-aantal en niet mm -hmm. te veel. Want anders dan... Ja. Hoeveel, hoeveel zou je aanraden? Ja, ik denk, ik denk dat je vijf goede video's kan plaatsen. Ik denk dat je wel voldoende hebt, zeg maar, om mensen te overtuigen. Mm -hmm. uh, en daarna kan je altijd nog bijvoorbeeld uh, een knop maken naar YouTube... waar de rest van je werk staat of ja. noem maar op. Uh, dat is zo'n platform waar ik niet denk wat snel zal verdwijnen, dus... Ja, nee, ja, je weet het, je weet het nooit. Het kan allemaal. Het dus kan met alles, dat ja. is een beetje ding. En um, dat is ook waarom ik zeg: van, denk niet aan social media als je portfolio, want het is niet van jou. Dat, dat, dat mm -hmm. is gewoon een ding. En, en post jij dan alleen teasers of hele highlightfilms in uh, je portfolio? Ik, op mijn portfolio heb ik de highlightfilms staan. Uh, ook moet ik zeggen dat ik af en toe hier en daar een teaser plaats, zeg maar. Uh, vooral als die film bijvoorbeeld nog niet af is, dan heb ik er meestal een teaser staan. En ik ja. doe ook niet uh, voor iedere klant een embedden in de website of zo, maar meer, uh, ja, ik heb één pagina, daar staan gewoon op, kijk, dit soort stijlbruilen, of deze, of deze, weet je, dan heb je een beetje ideeën wat het kan zijn. Uh, en de rest vinden ze me inderdaad ook gewoon via social media, al ben ik nog steeds voorstander van, zorg dat het de website goed staat, want dat is uiteindelijk, ja, van jou, om het zo te mm -hmm. zeggen. Ja, het kan ook gereikt worden hoor, maar. Nee, ja, <laughs> ja, nee ja, maar dat is ook zo. Dat is het is, ook is eigenlijk zo. echt met alles rekening houden. Je social media kan verdwijnen, maar je website kan net zo goed verdwijnen. Um... Even denken. Oh ja, de portfolio. Yeah. Had jij daar nog aanvulling op? Um, nou, ik merk bij mijn website dat het elk jaar zo weer ineens helemaal anders kan zijn. <laughs> oh, dit, ja, okay, dat ook. Nou ja, dat ik het zo weer gewoon helemaal weer omgooien of zo. Op schoning. Ja, of gewoon zo van. Nou, ik voel het niet meer zo. zo op deze manier. Ja, ja, ik wil wat nieuws. Ja. En, en, dat, en ook qua portfolio. Um, ik heb dus nu laatst, dat is nu denk ik een half jaar terug. Uh, dacht ik van de films die ik maak. Zijn zo verschillend van elkaar. Ik heb niet echt één vaste stijl. Mijn nee. stijl hangt heel erg af van het karakter, het bruidspaar, hè? Mm. hoe ik de dag ervaar. Um, dat heeft ook gewoon letterlijk invloed op de grading. Dus ik maak heel veel verschillende soorten films. Ja. Um, en dat vind ik aan de ene kant heel tof. Maar aan de andere kant wil je ook je bruidsparen duidelijk maken dat, je, dat ze dus heel veel verschillende kanten op kunnen. Mm -hmm. um, ja. En dat het maar net afhankelijk is van wat hun wensen zijn, dat ik daar iets kan leveren. Maar ja, ze willen natuurlijk um, proeven. Um, hoe zeg je dat? Uh, Bewijslast. De, ja. Dat als zij zeggen, ja, we willen graag uh, echt herfstinten en bruin tinten. Kan jij dat ook? Weet je. Dus, uh, en met dat idee dacht ik, oké, okay, ik ga mijn portfolio anders inrichten. Mm -hmm. Dus ik heb een, uh, volgens mij zijn het nu een achttal films of negental films. Dat, yeah. is, dat is veel, kan ik je vertellen. Is niet, ja. aan niet aan te raden. <laughs> <Negen films laughs> Hij op zegt je... het wel, maar niet aan te raden. Nee, raar. maar <laughs> ik, ik, ik merk ook gewoon dat vrijwel geen enkel bruidspaar na het kennismakingsgesprek heeft Alle gezegd negen. tegen mij dat ze alles hebben gekeken. Okay. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Want ze moeten hetgene kijken wat hun op eerste oog aanspreekt. Mm -hmm. uh, maar over het algemeen wat Brian zegt... Goed punt, Brian. <laughs> je. dat je ongeveer rond de vier, vijf trouwfilms op je mainpage ja. moet hebben. En dan zit je eigenlijk wel aardig goed. Um, maar mijn punt, waar ik het dus hiervoor voor wilde maken... Ik <laughs> ben een beetje verstoord vandaag, sorry. Het gaat alle kanten op, maar ja, gaat alle kanten op. Ja. Um, is dat ik dus nu een portfolio heb met daarbij dus letterlijk een soort van thematitel. Bijvoorbeeld Camping Bruiloft. Oh ja. Van D&D. Ja. Uh, uh, romantische Bruiloft van D&D. Uh, high Luxury Bruiloft van D&D. Ja. Om, om al een soort van vooruit te sturen voor het bruidspaar. Dat ze al een beetje weten wat ze kunnen verwachten als ze een bepaalde ja. film aanklikken. Ja. Um, en, en wanneer ik dus met hun in gesprek ben en er is een offerte... En ze willen mij eventueel boeken. Ja. Dan kan ik heel makkelijk refereren. Nou, volgens mij zitten jullie een beetje in die richting. Ja. En volgens mij moeten jullie die en die film eens kijken. En dan volgens mij kunnen we daar wel, eh, komen we daar wel over uit. En dan krijg je inderdaad terug van oh ja, dat is, inderdaad, dat is inderdaad wel een beetje onze stijl. Dus dat is heel grappig dat dat zo mm. werkt binnen je eigen werk. Ja. normaal gesproken moet je refereren bijvoorbeeld naar andermans werk als je dus een aanvraag krijgt voor een stijl die je zelf misschien niet gelijk zou hanteren. Uh, en dan is nog maar de vraag of je dat überhaupt moet aannemen natuurlijk. Ja. Als het niet jouw stijl is. Dus ja. ja, nee, wat wel een goed idee om dat inderdaad zo te categoriseren. Ja. Ja. En, en dat werkt voor nu weer heel goed, maar mm -hmm. nogmaals, het kan zijn dat je deze podcast aflevering het over een jaar weer kijkt <laughs> en dat je mijn website checkt en dat en het dat weer, weer anders, anders is. is. Ja. Ja, ja. ja, maar ik herken het wel, want ik heb bijvoorbeeld een moody style wedding, uh, zoiets allemaal. Zeg maar, ik heb het ook allemaal titels gegeven, omdat ja, ieder koppel is anders. Ja. En ja. bohemian bijvoorbeeld, weet je, ja, dat ja, is ook misschien iets, festival. Zo, ja, ja. Ja. Uh, ik, ja, het geeft wel een duidelijk beeld naar de klant toe en ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Ja. Ja. want hoe, je, hoe doe jij dat? <laughs> de Roos. Deze stilte, ja. Ik, waarom ben ik ook hier de Roos van? Nee, ja, maar, het is heel goed. Nee, ja, maar. hoe ik het nu, mijn portfolio heb ik wel trouwens. Ik heb wel trouwfilms op mijn pagina staan, maar geen trouwpagina. Dat, is zo, uh, dat komt zo aan de orde. Um, ja, maar in principe heb jij niks op online staan op jouw website? Qua films. Jawel. Heb je ooit op mijn website gekeken? Ja, zeker. Ik heb staan, ook gekeken. Ik er veel films op. Oh ja, wat dan? gewoon eens naar beneden scrollt. Ik heb zeg maar de eerste pagina is een one-pager en als je tik doet, dan ja. heb je gelijk al de films. En dan, dan, dan klik je dan op wedding en dan staan staan wat screenshots bij jou. Nee. Ja, we gaan hier geen ja-nee en doen, maar dat ja. is niet waar. <laughs> hebben we wordt we dezelfde website. Ja, <laughs> nou, dan begin ik me ook af te vragen. Ja, welke website hebben ze we? een duplicate? Maar, maar vertel de, naar de uh, eens Hoe hele boeken doen? Ja, ik heb in ieder geval films staan. Uh, dus nou ja, je scrolt naar beneden en dan zie je wat films. En die spelen zich zeg maar al af. Tenminste op de website wel en niet op de. Maar die zie je al gaan als uh, uh, als je er bent. Dus dan kan je misschien ook kijken en voel je een beetje misschien al aan hoe ze eruit zien. Dat is dus precies uh, wat relatief moeilijk is. Via Phoenix. Via daarom ben je dat. bij WordPress. Ja, ja, <laughs> ja. Maar WordPress heb ik dus gehad. Als Alleen space. ik vond het verschrikkelijk. Ja, maar ik dat, wordt weer... ook, dat is ook weer een andere mening, discussie. Oké, okay, maar, ja, maar ik, ik, ik herken het heel erg. Maar ik heb natuurlijk uh, geprogrammeerd. En ik doe ook echt oprecht heel veel code in die website. Het is een template, maar ik heb hem helemaal gehackt ge eigenlijk. Ah, je past. Ja, dus. Uh, of, ik raad WordPress ook zeker niet aan voor mensen die geen webdesign kennis hebben. Want het is best wel in, het is ook helemaal niet gebruiksvriendelijk, vind ik zelf. Het wordt wel steeds beter. Um, maar dat er zijdehoek hoe ik dus verder die portfolio doe. Ja, ik heb dus inderdaad gewoon bewegend beeld. En dat trekt misschien aan. Maar ja, nee. mijn website... Ja, ik moet nog wel mijn nieuwe trouwfilms erop zetten. Want er staan trouwfilms van drie jaar terug op. Wat ik, ik zit te denken, wacht. zit ik op de verkeerde pagina dan te kijken de hele tijd als ik uh, naar Dash kijk. Ja, ben, uh, ja, laat het straks maar zien. Maar ja, is goed. Ik, uh, ik, Beetje ik, uh, vreemd. <laughs> Ik heb er verder niet veel aan aangepast, maar ja, dus ik, dat laat ik zien. Maar ik wil wel, ik ben mijn website natuurlijk nu, is de tijd dat ik het aan het omgooien ben. Dus uh, wellicht als deze online is, is het al aangepast. Um, Komt die dan eindelijk? Ja. ja. Kijk. En dan bedoelt Brian de trouwpagina. En dat is precies waarom ik nu deze vragen aan jullie ga stellen. Want dan kan ik dit ook meenemen. Oh. Dus we gaan het nu hebben over de trouwpagina. Dus dat is niet de portfolio, maar de pagina waar hè, de informatie staat. Of ik weet niet wat er staat, wat er moet staan. Dat ga ik nu aan jullie vragen. Voor bruidsparen. Dus uh, ja, wat zijn voor jullie belangrijke en essentiële uh, elementen eigenlijk die op de trouwpagina moeten staan? Robin, ga jij maar eerst. Ja, ja. Uh, ik laat Robin <laughs> eerst. Heel veel van jezelf. Ja. Dat ten eerste. Ja. Uh, heel veel je eigen hoofd op je pagina. Want mensen boeken van mensen ja. en mensen boeken niet van bedrijven. Het is een beetje een open deur, maar zet alsjeblieft. Soms zit ik gewoon voor de lol en een beetje soms voor research. Ja. Gewoon op andere man's ja. uh, trouwfilmpagina's te kijken en dan denk ik van, ik weet helemaal niet hoe die persoon eruit ziet. Wie boek ik nou eigenlijk? Ja. En ja. mensen die willen dat als ze een leverancier willen als ze de leverancier boeken, willen ze het gevoel hebben dat, dat er controle is en dat die persoon hun dag in controle heeft. En dat, dat het mm. goed gaat komen met deze leveranciers. En daar hoort gewoon een hoofd bij. <laughs> ja. Of meerdere ja. hoofden. Uh, lachen naar de camera. Dat je aan het werk bent, behind the scenes, dat je van Maappaard in je studio achter je Macbook lekker aan het editen bent. Mensen willen de ervaring. Uh, en daar willen ze ook voor boeken, mm -hmm. dus veel foto's. Um, in het geval van mijn website is het niet zo dat ik een, uh, een website heb voor trouwfilms, maar bij mij is het gewoon één pagina van mijn website is gereserveerd voor alle informatie voor voor bruidsparen over ja. bruiloften. Dus bij mij is het letterlijk gewoon scrollen, mm -hmm. scroll, 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 scroll. en dan kom je <laughs> langs alles en dan heb je als, dus in één pagina heb je als het goed is alle informatie die je nodig zou moeten hebben. Mm -hmm. uh, heb je dat gehad? Um, reviews, dus bewijslast. Um, uh, bewijslast kunnen zijn, dus reviews en uh, eventuele awards die je hebt gewonnen. Uh, in welke zin dan ook. Dat, dat, kan, dat kan. Ik heb een keer meegedaan aan de FOTI Awards. Dat zijn de Freelancer of the Year Awards. Mm -hmm. Nou, was niet super prestigieus. Maar ik kwam in de top 10 terecht van de 600 aanmeldingen. Dus ik dacht, nou, goed. Oh, dat, nee, dat, dat, dat is waard, het waard. Nou, dat is het benoemen waard. Ja. Um, dus dat staat op mijn website. Niet specifiek op mijn. T, uh, trouwpagina, maar wel. Bij over op... of zo. Nou, ik weet niet eens meer waar het staat. Volgens mij staat het <laughs> zelfs op mijn mij staat het zelfs mijn homepage, maar dan weet ik eigenlijk niet. Nee. Laatste keer. <laughs> maar oh praat... Nee, maar dat praat ik over drie vier jaar geleden of zo dat ik een keer aan mee heb gedaan. We hebben natuurlijk top trouwbedrijven, waar we ja. ook een aflevering over hebben gemaakt. Uh, nou, dat staat dus inderdaad wel op de, de, de trouwpagina. Ja. Um, ja, dat. Een beetje. En heb jij daar nog aanvulling op? Nou, de trouwpagina? Kijk, ik ben het helemaal eens met Robin, uh, wat betreft de trouwpagina, moet een beeld geven van wie jij bent. Dus inderdaad, mm -hmm. je hoofd veel laten zien. Uh, en ik denk dat je dat op eerste opzag ook moet hebben. Zeg maar meteen. Dat als de klant op je website komt en stel, je bent een videograaf, hè, voor beginnende videografen... Mm -hmm. Begin met een banner met videobeeld. Dat, dat moet ik zelf ben ik zelf ook mee bezig om dat allemaal zo aan te pakken. Want uh, je bent een videograaf... als je een foto plaatst... Ja. lijkt je een fotograaf. Dat is een... Uh, ja. Ja. Dat kreeg ik laatst ook een keer te horen. Dat Dink, is oh, een heel ja, goed punt. Ja. Ook, ik snapte het helemaal. <laughs> ja. ja, ja. Dus ik had zoiets van... Ah, ja. Ver. Oké. Okay. <laughs> dus ik ben een nieuwe band... aan het maken ondertussen... weer op ja. de website. Uh, maar, ja, weet je... Daarna heb ik meteen een kopje... dat je mijn hoofd ziet... ik ben... waar ik woon... Uh, ja. Hoeveel, hoe, lang, hoe lang ik al actief ben... zeg maar... als trouw En um, daaronder... heb ik gewoon meteen... één film staan... Mm -hmm. Maar dat is niet een must, zeg ik dan. Kijk, ik denk dat daar kun je ook een aparte pagina, zoals een portfolio pagina, voor reserveren op je trouwpagina, zeg maar. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat er iets van content is wat zichtbaar is. Dus bijvoorbeeld een bewegende banner of. Uh, ja of misschien zelfs een introductievideo, want die heb jij ook op je website volgens mij. Zeker. Ja. Het eerste wat mensen zien is mijn hoofd. Ja. Daarom. Dus, ja. En dat, maar dat is, is ook super echt, belangrijk. Dat is echt zo ja. goed Daarom Misschien krijg ik daarom wel aanvraag. Nee, Ik ja. weet het ja. niet. Ja. Maar het is wel echt letterlijk. Je op mijn pagina het is gewoon hallo en je ziet ook maar mij. Dit, dit onderschatten zoveel mensen. Ja. Hoe, nee, hoe belangrijk het is dat mensen eerst zien wie de maker is. Ja. Daarna pas de, de rest van de van wat je maakt. Van de hele. En hele rits. wat ja. ik persoonlijk belangrijk vind ook op een trouwpagina is een starttarief. Ja, ik wilde het inderdaad precies over de prijzen, dat want dat, mens, dat is bij jou niet worden ik, ik heb zo nog een kleine aanvulling nog op mijn eigen... Ja, is goed. Kijk, um, tot een half jaar geleden had ik al mijn prijzen op de website staan. Ja. Um, dat gaat waarschijnlijk veranderen. Dat is waarschijnlijk ondertussen veranderd. Uh, <laughs> ja, lach maar. We <laughs> um, nee, weet je... Weet je ik ben wel van mening, ook al uh, zet je niet alles op de website, zet op zijn minst een starttrief dat mensen een idee hebben. Voor, uh, voor dit bedrag kom je zoveel uur, dat is het begin. En daarna heb je een uitbreiding of zo. Mm -hmm. Of tot ze per direct je brochure misschien kunnen downloaden of iets dergelijks. Maar daar ben ik zelf ook nog een beetje mee aan het stoeien van wat er is geen verkeerd, wat is goed, wat werkt. Weet je, voor iedereen werkt iets anders. Voor iedereen werkt iets anders. Um, want ik heb heel lang gewoon de prijzen allemaal op de website gehad, met alle extra's en noem maar op. En ik heb nooit iemand daarover horen klagen. Want ze waren allemaal meteen duidelijk wat, hè, wat het was. En mm -hmm. zo kreeg ik ook de aanvragen met: ja, ik wil dit of ik wil dit en ik wil dit erbij. Nou, prima. Weet je, dus het is gewoon een beetje zo van: ja, wat werkt goed en wat werkt niet. Ja, het is een beetje aan te voelen wat ja. je en wat jij prettig vindt, is ook vooral belangrijk. Ja, kijk, wat, ik, wat mij is opgevallen in het afgelopen half jaar is gewoon dat heel veel mensen zijn geswitcht naar uh, of geen bedragen op de website, of op zijn minst een startbedrag. Ja. En vanuit daar verder in een brochure, dat ze die toesturen, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, kan werken. Uh, al denk dat als je de prijzen volledig op je website hebt staan, in ieder geval van je main pakketten, mm -hmm. is dat je dus ook heel veel dingen uitfiltert al. Want stel, jij begint vanaf 3.000 euro en je krijgt steeds uh, koppels die bijvoorbeeld maar 1.000 euro te besteden hebben, en die sturen jou een aanvraag in. Ja, dan moet je iedere keer een mail gaan sturen van hé, hey, uh, sorry, maar dit is mijn brochure. En dan, dan krijg je bijvoorbeeld geen reactie meer. Dat is prima. Dat kan. Dat, nee, nee, ja, luister, dat kan. Maar ja. weet je, dus is wel weer een mail wat je moet sturen. Ja. Ik denk van ja. En hoe doe jij dat met de prijzen, Robin? Op je trouwpagina? Uh, Dit is een leuk Dit is een <laughs> <laughs> Dat vind ik een goeie. Dit knippen we eruit. Nee, Absoluut maak, niet. Maak, maak, maak er maar een riel van. <laughs> <laughs> nee, mijn hoofd is een beetje verstorst vandaag, sorry. Uh, nee, ik zat nog een beetje bij um, wat ik zelf nog zou toevoegen. Ja. Zou dus ik nog even heel kort over Ja, um, is goed. Uh, wat, ja, wat, wat, wat ik nog wil aanvullen op mijn eigen uh, tekst van zojuist, is dat ik. Um, ik heb ooit een keer de tip gekregen, of dat was ook ergens op een andere cursus die ik had gevolgd, over trouwfotografie, mm -hmm. En dat ging over. Uh, wij, wij, wij plaatsen natuurlijk videobeelden ja. van. Het materiaal dat we hebben geschoten. Maar soms, tenminste, dat heb ik bijvoorbeeld. Ik heb ook heel veel stils, mm -hmm. gewoon van materiaal van wat ik heb, uh, heb gebruikt. En uh, wat belangrijk is bij die stils, is dat het emotie moet verkopen. Uh, en dat doe je door, uh, als het stils zijn, zoveel mogelijk lachende bruidsparen te hebben. En dat klinkt er ah, ergens heel logisch. Ja, klinkt wel. wel logisch. Maar dat. Wat, mm. Dat zorgt ervoor dat iemand anders die gaat trouwen het gevoel heeft van... hé, hey, dat is dan een blij, blij bruidspaar. Yeah. Dat gevoel wil ik ook ervaren op mijn bruiloft. Mm -hmm. En dat is een heel interessant linkje. Dat je eigenlijk al psychologisch... Voorspel wou ik zeggen, want dat is een, heel raar, uh, een hele rare <laughs> zinsconstructie. Nee, maar dat je psychologisch een soort van uh, een zaadje kan planten met... dit is wat je bij mij kan verwachten. Yeah. Dat als... Uh, uh, en dan hoeven ze dan die, die, die films niet helemaal voor te kijken, om dat te zien en zo. Maar dat krijg je dan heel kort mee in die kleine, in die kleine stils, die je dan ja. alsnog als afbeelding op je website hebt staan. Ik vind het mooi dat je over voorspel begint, en daarna ook een zaadje. <lacht> <lacht> die link had ik zelf nog niet eens willen. <laughs> Sorry man. ook niet. Uh, Jeetje joh. Maar heb, uh, hoe, hoe noem je dit effect wat bruidsparen dan ervaren? Ik, ik zou het een blij-ei-effect noemen. Gewoon van, allemaal blije mensen het worden er blij mm -hmm. van, en dan... Ja. ja, nou ja, kijk, maar ik had, ik had zelf dan nog wel eens dat ik gewoon heel veel, veel afbeeldingen wilde doen van echt detailshotjes en die ringshots ja. en uh, de mooie schoenen en het licht en weet je maar uiteindelijk verkoopt dat niks extra's, nee. weet je wel. Kijk, het, het, geeft, het, is, het ziet er mooi uit. Het geeft een sfeerbeeld, uh, het toont een sfeer aan van nou, dit is wat je kan verwachten, ik kijk goed naar het licht, oké, okay. maar wanneer je echt focus op de mensen, dan uiteindelijk zijn de mensen die jou boeken dus... Je wil de mensen wil je overtuigen. En dat kan je doen door emotie van andere mensen. Nou, ja. Ik vond hem heel mooi. En dat werkt als een tierenlier. Tierenlier. Mooi. Bon. Goeie tip. Oké, okay, dan gaan we het nu hebben over uh, interactie creëren op je website. Want het is natuurlijk heel leuk dat je een website maakt hè, voor de aanvragen. Maar hoe behoud je eigenlijk... Uh, nou, conversie is al genoemd. Of in ieder geval, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen op je website blijven en ook blijven terugkomen, eventueel? Nou, dat mensen. Uh, ja, of, uh -huh. ja, dus bijvoorbeeld uh, voorgebruiksparen of uh, leveranciers. In ieder geval dat er mensen blijven terugkomen van, joh, uh, dit is stof. Of uh, door blijven klikken. Hmm. Waardoor het zorgt dat het ook een beetje hoger in de zoekmachine komt. Casseo. bijvoorbeeld. Ja, COCA. Maar dat, daar wil ik niet te diep op ingaan. Nee. Maar... Hm. Ik vind het best wel lastig, moet ik zeggen. Want ja, weet je, meestal als bruisbaar op je website komen, hebben ze al een doel, zeg maar. Maar hoe, hoe jij zegt van, hoe hou je ze op de website? En um, ja, hoe. Veranderen. Ja, hoe moet je? Nou, voor, voor mij is het het belangrijkste dat op het moment dat ze op mijn website komen, ik, voor, voor mij hoeven ze niet constant terug te komen op, nee. op mijn website. Dat is voor mij niet belangrijk. Wanneer er een bruidspaar op mijn website komt, dan wil ik dat ze me boeken. Ja. En of dat gelijk is of dat ze dat drie dagen daarna doen. Uh, het is belangrijk dat je, dat je ze vastgrijpt en uh, niet meer loslaat, zeg maar. Nee, maar dat bedoel ik, je kijkt alsof ik, alsof ik doe dat als je bij de keel pakt. Ja, nee, het nee, is even bij. Maar, nee, maar gewoon, gewoon zo van, hé, hey, volgens mij zijn we een match en uh, blijven we hier. En, uh, ja, en dat, warm houden. ja, warm houden. En dat is gewoon de, de hu het huiskamergevoel. Dus, ja. dus jouw website moet schreeuwen wie jij bent. Mm -hmm. en, en die moet gewoon uh, ook schreeuwen van wat voor soort type content jij maakt, dus dat moet een match zijn. Op het moment dat bruidspaar op je website komt en die voelt het niet even goede vrienden uh, tot nooit meer. Mm -hmm. <laughs> ik ben hard vandaag, sorry. Het slaapt te kort um, voor jou. Denk ja, ik. slaapt te kort. <laughs> um, en uh, um, uh, ja, en wat en waar je ervoor dus kan zorgen dat ze dus eventueel sneller tot uh, aanvragen zouden kunnen gaan, is om letterlijk op elk moment wanneer je dus op een uh, website bent, ook al ga je scrollen. Mm -hmm. Hoe vaak je ook scrolt, of doe je het met je ogen dicht... overal, of waar je ook eindigt qua scrollen... Ja, ja. moet een call-to-action ja. staan. Ja. Dus je hele website moet helemaal vol staan met call-to-actions. In principe. En de ene mag iets subtieler dan de ander. De ene is verwerkt in een hyperlinkje... en de andere in een mooie button die is uh, mooi is vormgegeven. Nee, Soms is een plaatje klikbaar met daarop tekst letterlijk... erin gefotoshopt met klik hier om het te boeken, bla. bla. Um, dus, dus eigenlijk, ja, die, je, je wil er gewoon voor zorgen dat het bruidspaar niet hoeft te zoeken naar hoe ze contact met je opnemen. Want dan ben je ze al kwijt. En ondertussen loopt er een kat over naar deze heen. Ja, maak nice. luister dan ben je het kwijt, ja. Ja, dus da, dan verliezen ze. Dus als het bruidspaar letterlijk op jouw website komt en ze weten eigenlijk niet zo. Ja, hoe moet ik nou eigenlijk boeken? Geen idee. Omdat je misschien één knop hebt die helemaal bovenaan staat, maar omdat ze zijn gaan scrollen, dat gewoon niet meer zien. Mm -hmm. Ja, dan ben je ze kwijt. Ja, ik denk dat je inderdaad heel veel... Ja, heb ik zelf ook heel veel knoppen overal, zeg maar. Uh, buiten het feit, ja, mijn, mijn bovenste banner, zeg maar, dat is dan, de, de, hoe noem je dat? De, de, navigatie. Header. de, header, oh, ja. de navigatie. De header, de ja, navigatie, zeg en maar. U. En daar staat dus ook gewoon contact. Dus dan kun je altijd daarop klikken, maar aan de andere kant, overal, hoe Robin zegt, als je hyperlinks gebruikt, knoppen, een call to action is gewoon een must voor iedere goede website. Zodoende, mm -hmm. hoe Robin zegt, hoeft niemand te zoeken en word je sneller geboekt. Denk ik zo. En dan is het daarna de kwestie van warm houden. Ja. Ja, ik, ik mis eigenlijk een hele belangrijke, maar daar hebben we het oh. nog niet over gehad. Maar bijvoorbeeld blogs. Ja. ja. <laughs> Daar ben ik zo veel te lui voor. Ja. Blogs. Ik ja. heb al vijf geschreven op de website. Ja, ja ik, en ik snap heel goed dat het voor veel leveranciers, ook voor andere trouwvideografen, dat ja. het heel goed werkt. Ja. Maar ik ben er zo veel te lui voor. <laughs> ik kan dat, ik trek, ik trek, dat ja. had ik helemaal niet verwacht. Eigenlijk vind ik jou wel een blogger of zo. Nee, en, en nu met de opkomst ook van de AI, en dan zie je ook al die, blo al die iedereen blogt en ja. iedereen maakt ja. duizend ja. artikelen ja. die allemaal op elkaar lijken. Ja. En dan denk ik van, ja, maar dat bruidspaar weet inmiddels heus wel waarom ze een videograaf moeten boeken. Ja. Ja. Want dat gaat dan zo... Ja. ja, waar moet je op letten? Tien tips waar je op moet letten als je videograaf boekt. En dan is de laatste tip, boek mij. Ja. <laughs> Weet je wel? Ja. ja maar ja, maar, ja, maar denk ik, ik denk wel dat het werkt. Ja, dat is het, erger. het zal ja. zeker werken. Ja, maar ik wil niet dat mensen mij om die reden boeken. Ik denk wel... Ik zie die artikelen dus ook heel vaak van top 5 tips voor dit. Uh, ik heb zelfs TikToks gezien dat... Uh, dat ze zelfs mensen afraden om zoveel, zoveel uur te boeken en weet ik veel allemaal. En dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, dat bruidspaar moet dat bepalen uiteindelijk. En door middel van een blog kun je wel mensen overhalen, bijvoorbeeld iets extra's erbij te nemen of zoiets. Maar dat kun je ook gewoon uitleggen en bespreken. Wat, wat mm -hmm. wel een mooie inhaker is, denk ik, en dan oh. kijk ik ook gelijk naar de dash. Oh. Ik zou het zeker adviseren of zelfs aanraden om... Geen blogs, maar vlogs te maken. Hmm. Waarbij je dus inderdaad jezelf filmt. <laughs> ja. En dan dit soort achtige ad adviezen geeft. Want dan is ja. het veel persoonlijker en dan komt het uit je eigen mond. Uh, dat geeft weer een stukje uh, specialisme aan. Van dat je eh, in control bent en dat je weet waar je het over hebt. Uh, dus in dat opzicht zou ik zeker uh, reels maken en zo, maar goed dat staat allemaal een beetje los van je website natuurlijk, dus dat is wel om mensen uiteindelijk te trekken. Ja, dat trekken. staat meer op de social denk ik. Maar ja, is, ja, je nee, kan maar... hem wel toevoegen in het zeg maar de link er naartoe. Ja, juist. Ja, ja, dus dus je het is een de fase. Mensen heen brengt. De stap voor je website ja. om mensen dus inderdaad Naar die website te lokken of ja. in ieder geval op je website te krijgen. Ja. Denk dat zou volgens mij wel heel goed werken. Ja. Maar ja, wat je nu heel veel ziet, dat is een trend dat er inderdaad een reel staat en dan staat er een catchy tekst en dan Heel lange, lange tijd ertussen en dan van, kijk, uh, bekijk de ja. beschrijving, zeg maar. En dan kijk je al heel lang die video en dan staat er eigenlijk, read the description, ja. Dus dat soort dingen. Maar als je dan zegt, ga naar mijn website, ja. dan ja. werkt het misschien wel. Ja, maar zou je het zelf doen? Een, wat, een blog? Uh, blog jij? Ja, nee, ik blog nu niet. Maar dat staat al heel lang op de list nou, ik, ik doe het dus wel. Maar we gaan het straks over, of de volgende aflevering gaat over een onderwerp waarbij we het daarover gaan hebben. En dan ga ik er ook iets meer over vragen. Diffhanger. Maar dit is een beetje een korte, korte rubri of een korte chapter. Ik heb hier verder niet um, ja, het interactie creëren. Ik weet niet of er nog iets in jullie oppopt wat je denkt. Dat, dat uh, moeten we vertellen. Ja, interactie creëren. Ja, ik vind dat heel lastig hoor. Ja, we hebben net een heel lange enige, chapter gehad. Het dus. enige ja. wat, je, wat je kan doen is denk ik... Uh, misschien, tenminste, ik heb zo'n applicatie op de website... Dat, je, dat die een soort ding opent... dat je me rechtstreeks WhatsApp, uh, WhatsApp oh, ja. kan sturen. Dat is best een idee. Dat is best een leuk ding. Maar ja. werkt dat ook voor jou? Uh, Gebeurt, nou, wordt er veel gebruik van? Gemaakt? Nou ja, het staat op mijn oude website en mm, die ja, wordt dus bijna niet benut. <laughs> uh, maar uh, ik heb wel nog getest en hij werkt wel. Dus maar ik, het wordt niet gebruikt? Nu niet, nee. Nee, oké. Okay. Maar dan, dat is dus zo'n zo plopje wat er rechts onderin ja. vaak zit: dat is mensen die je kunnen appen. Kunnen dat ze wel, je meteen in contact met je opnemen? Zo'n okay. widget. Ja, ja precies, ja, een widget, widget uh, yeah. van FUTI yeah. of zoiets, geloof ik ja. heet dat. Dus dat, uh, het kan wel, het kan werken. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is dan nog een uh, extra aanvulling op deze, uh, dit onderwerp. Um, dan gaan we nu naar het Oeh. leukste. <laughs> ja, dat is wel echt een ding. Namelijk onze rubriek Mag ik daarop uw antwoord? Waarbij we kort twee minuutjes allemaal stellingen, dilemma's gaan opperen. En jullie mogen daar even kort op Oeh, antwoorden look. of beslissen. Let's do this. Let's do this. Wees nu niet te lang van stof. Geef snel je wederwoord. Er is geen tijd te verliezen. Wat is daarop jouw antwoord? Yes. Nou, dan heb ik hier gelijk een dilemma. De hele bruiloft lopen in een neon shirt of de hele dag op blote voeten moeten lopen. <laughs> blote voeten. <laughs> uh, neon shirt. <laughs> ja. Mijn voeten gaan er aan anders joh. Een bruiloft van 15 uur of een bruiloft van 6 uur. Zes uur. Nee, vijftien. Vijftien, ja, vijftien, duidelijk, ja. Waarom, uh, kort, kort, waarom? Uh, uh, dan vang je meer, meer inhoud, uh, meer yeah. content voor je film. Dat precies. Oké. Okay. Ja. Een brochure of een website? Een website. Beide. Uiteindelijk. nee, website. <laughs> nooit meer een website of nooit meer Instagram? Nooit, nooit meer een website. Meer Instagram. <laughs> <laughs> uh, uh. Ja, mijn, mijn, mijn Insta converteert veel meer dan mijn website ja. uiteindelijk. En ook da via daar zou ik ook best wel aanvragen kunnen krijgen. Dus, ja. ja, maar ja, hoe ik al zei. Stel dat Instagram spontaan ophoudt, heb je niks meer. Oké, okay, volgende. <laughs> Liever twee bruiloften achter elkaar dan elk weekend één bruiloft? Ja, elk weekend één bruiloft. Elk like weekend één. Strandbruiloft of klassiek kasteelbruiloft? Klassiek kasteel kasteel. Ja. want zand molsteert mijn apparatuur. Nog een dilemma. De hele dag moeten filmen met een camcorder of de hele dag met een iPhone 10. <lacht> <lacht> iPhone, iPhone 10? Camcorder, dat is, dat jongen. Is echt oud. <laughs> uh, nee, dat een iPhone, gewoon fancy. What? Lekker oldschool, ja joh. Een camcorder is ook niks. Hij <laughs> <Ja, ja. lacht> is ook waardeloos. Wat is je favoriete moment van een bruiloft? Taart eten? <laughs> Het feest? Feest. Ja, het feest. Ja, zeker. Ja. Nooit meer live audio gelofte mogen gebruiken of nooit meer muziek voor een trouwfilm? Zeg maar dus, nooit audio meer mogen gebruiken of nooit muziek? Hoe dan? Jeetje mina, je, moet ik over, over nadenken. Muziek. Want? Het gesproken woord vertelt faal verhaal. Ja. Ja, vind ik moeilijk hoor. Ik vind het een hele moeilijke dus ik, niet, het is bijna niet om... het, ik vind het, het, is niet te bijna, te het is bijna niet te antwoorden. Oh. Nee. Nou, dat is goed, want ze hoeft ook niet meer. Het oh. is voorbij. <laughs> ze heeft het op de rug hier. En, als je de videoversie <laughs> kijkt. God, dit ah, is, het is, moeilijk toch, het is toch elke keer weer uh, <laughs> ja. even strijden, ja. Ja, uh, strijden. Ik vind dit wel zo leuk, jongen. <laughs> ja, ik ook een beetje versnelde hartslag heel, heel kort over die laatste. Hoe zou je dat argumenteren? Ik denk, als jij hele goede speeches en geloften hebt... Kun je heel goed een verhaal vertellen, ook al heb je geen muziektron. Maar dat is alleen, ja, dan moet je ambient geluid gaan gebruiken. Maar ja. Ik weet maar, niet of ze werkt. Maar, maar, maar muziek is het verschil tussen een comedy en een horror. Ja. ja. Let, letterlijk de muziek. Muziek is zo bepalend. Ja. Ik vind het lastig, joh. Ja. Ja, dit is echt lastig. Ja, ja. Ik zou denk ik wel muziek doen. Zeg maar. Je keek erbij alsof je echt bedoel je? Ja, alleen muziek gebruiken. Alleen muziek, ja, wow. ja. Ja, goed. Ja, dan heb je uiteindelijk een videoclipje. Ja, precies, ja. muziekvideo. Wat voor heel veel bruidsparen overigens prima is. Ja, dat ja. is misschien, ja. Uh, maar het is niet wat ik wil maken. De katten breken de tent af, ja, jongens. Ja, ze zijn Jee! hier ruzie aan het maken achter mij. Ik probeer ze te... Vertie! Nee, moet ze over de deur opgooien. Oké, okay. ja, maar we gaan even kort nog over de, de luisteraars vragen. Want o, nee. uh, natuurlijk, Tijd. Hey, elke aflevering uh, gaan we door de luisteraars vragen. En we hebben nu twee vraagjes binnengekregen nice. via ons DM. Um, de eerste is van Caroline, die ook wel eens bij ons te gast was in de podcast. Weet je voor nog welke aflevering dat was? O, vorig jaar was dat ergens. Ja. Het, uh, Robin denkt, ik ga even kijken welke het is. Nee, dat ging over haar, uh, over haar Instagram. Die, ja, dat uh, is best wel een inhaker op deze aflevering. Trouwens. Ja, best ja. wel. Lees ze maar voor. Dat is hopelijk past, dit onderwerp van de, hopelijk past dit bij het onderwerp van de aflevering. Je prijzen laten zien op je website wel of niet. Hoe pakken jullie dit aan? Ik hoor hier zoveel verschillende meningen over. Ik laat nu mijn prijzen zonder extra opties zien op mijn website. Maar doe, dit wel, do, doe ik dit wel goed? Slim. Iets waar ik altijd onwijs over twijfel. Ik denk iedereen. Ja, <laughs> ja. Ik, ik, dit is een van die dingen. Er is geen goed of fout. Maar het is meer zo van wat werkt. Um, Kijk, ik heb heel lang alle dingen op de website gehad en daar heb ik nooit iemand over horen klagen. Tegelijkertijd denk ik, wat had ik minder laat zien en uiteindelijk een brochure sturen, boeken ze misschien meer? Geen idee. Dus dat is even de test, wat, het, wat je moet proberen, denk ik. Ik vind het een leuk, leuk voorbeeld van wat wij hadden met z'n tweeën. Mag ik dat ja? toelichten? Ja, zeker. Wij hadden, uh, Nadesh en ik, die werden, voor de luisteraar, we werden benaderd door hetzelfde bruidspaar. En um, uh, op een gegeven moment uh, werd voor door ons beiden werd daar een, een offerte opgevraagd. Ja. En um, in mijn geval was het zo dat al mijn prijzen op mijn website staan. En dat is, nou, noem het transparant. Maar goed, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar in ieder geval, dat is gewoon duidelijk en ze weten waar ze uh, aan toe zijn. En in het geval van Dash is het zo dat jij ja, stuurt een brochure met ja. da daarop jouw prijzen. En dan kunnen ze zelf een beetje gaan uitvogelen van nou, wat het Past. ongeveer gaat kosten. Ja. Toen, toen wij allebei het kennismakingsgesprek hadden gehad. Dan nou, namen wij contact op met elkaar van, hé, hey, ja. wat grappig, we hebben hetzelfde bruidspaar. Ja. Uh -huh. We hebben dus allebei gesproken. Ja, wat vond je van ze? Ja, superleuk. Uh -huh. En toen zei jij, het pakket wat ze bij mij eventueel zouden gaan boeken, of de offerte die ik heb gestuurd, kwam uit op duizend, duizend euro, euro meer. Ja. meer dan wat ze bij mij zouden betalen. Mm -hmm. Terwijl ze in principe hetzelfde krijgen. Dus ja. dat zegt er eigenlijk al dat jij natuurlijk al uh, wat hoger zit in, je, in, je, in de, de dingen die je vraagt. En nu hebben wij dus laatst kreeg ik dus een reactie van, van het Bruidspaar, dat ze dus bij mij benieuwd waren naar, uh, zou je een offerte willen sturen voor pakket 2 mm -hmm. met dit en dat en zo, zo, zo. En toen gaf dat bij ons best wel een interessante discussie. Omdat wij zoiets hadden van ja, maar op het moment dat ik mijn prijzen niet zo transparant op mijn website had staan, hadden zij mij misschien geboekt voor een hogere prijs. Omdat ja. ze nu sneller akkoord gaan met ja. wat ik online heb staan. Ja. Uh, want ze hebben jou ook overwogen of dat zij is nog aan het doen, want we moeten nog reageren. En ja. we, hebben, we, hebben, we hebben nog geen reactie. Spannend. Uh, Misschien zijn we het allebei niet. Tegen de tijd dat deze aflevering online komt, ja. dan uh, weten we dat al wel. Maar ja. het komt erop neer dat um, een bruidspaar die kan natuurlijk uh, in zijn hoofd hebben van ik heb 3500 euro budget. Mm -hmm. Maar op het moment dat we maar 2500 euro hoeven uit te geven, dan gaan we dat. Ja, dan besparen we 1000 Tuurlijk. euro. Ja. Mm. Maar op het moment dat jij. Uh, uh, Um, gewoon 3000 euro had gekost of stel dat ze mij helemaal niet hadden gevonden en ze waren alleen maar met jou in zee gegaan dan hadden ze waarschijnlijk die 3500 euro betaald ja. dus je snijdt jezelf automatisch een beetje in de vingers op het moment dat je heel erg transparant jouw prijs op je website zet omdat je de bruidspaar niet de kans geeft om meer hun portemonnee te trekken ja. als ze dat eventueel dus wel te besteden hebben ja dat is precies de reden waarom bij mij er niet op staat ja. ja ja het is eigenlijk een beetje een psychologisch spelletje maar daar hebben we als een aflevering over gemaakt Even een stom voorbeeld pop nu in me op. Maar eigenlijk altijd als je naar een hele, hele dure merkwinkel gaat, staan nooit prijzen op spullen. Dus misschien toch mensen. En als ze geïnteresseerd zijn, gaan ze toch vragen. Dus je hebt wel mensen ja. die altijd geïnteresseerd zijn. Natuurlijk uh, kan het duur zijn of uh, precies goed. Maar dat is eigenlijk wel uh, misschien ook een reden waarom het niet ook bij andere exclusieve videografen waar ik het vaak zie, staat ook nooit een prijs op de website eigenlijk. Ja, en dan is er dus de vraag, wil jij exclusief zijn of niet? Ja, ja ik zou ja. Ik zou dus, ik zie dus heel vaak gewoon puur een, een vanaf prijs, ja. zeg maar. En dan is dat volgens mij gewoon ook een, een, een duur pakket of zo. Of, ja, ja. Want ja, weet je, dat, dat is heel vaak. Hoe jij zegt, transparant zijn vind ik ook heel belangrijk. Maar tegelijkertijd ga je, ga je wel erover denken: van ja, moet ik het zo blijven hanteren? Dat is, dat is best moeilijk. Ja, ik ben ook echt aan het overwegen om mijn transparante uh, pakketprijzen misschien dan toch niet uh, zo uitgebreid op een ja. website te zetten nee, en dat het sei. toch later komt op een uh, via een brochure inderdaad. Ja, ja. Leuk brochure ik raad aan. <laughs> ja, hebben we hebben nog een Hoe gepraat. die lag ook. lacht ook. <Ja. lacht> ik ga erover heen want anders gaan we te veel over brochure praten. Uh, die is van Elisa die zegt hoi leuke podcast. Ik heb een vraagje. In welke tool maken jullie je website? Hoor het graag. Nou daar zijn we mee begonnen. Uh, maar welke tool was het? Uh, van mij Phoenix van de Imu. Phoenix van Emu? Ja, Squarespace. Squarespace. En bij mij is dat dus WorldPress. En ik host dan via een andere. Trans-IP. Trans ja. Dit is trouwens de eerste podcast die ik ooit hoor. Wat over Squarespace gaat. Wat niet is gesponsord door Squarespace. Kijk. Oh. Squarespace. <laughs> ja. ik, ik ben wel geïnfluenced. Door de reclames, helaas. Ja. Door Pieter McKinnon. <laughs> Altijd die influencer. Altijd. Ik ga hem afsluiten. Ik vond het een hele leuke aflevering. Beetje verstrooid wel. Ja, ja. Althans, ik. Van de hak ik, op de tak. Ik, nee, nee was, ik ook. Ja, het is, ik uh, was een beetje... Voor de luisteraar, het is maandagochtend. Misschien ja. wellicht hebben we af en toe een beetje een uh, dwaaltje. <laughs> wat ik, zeg ik, ik, ik kom er ook niet helemaal uit. Maar de dus, sfeer zit erin. De sfeer zit erin. Daarom gaan we hem nu afsluiten. <laughs> Um, nou, vond je dit een toffe aflevering? Laat dan ook zeker even een review achter. Uh, Stuur door naar jullie collega, videografen, eventueel fotografen. Um, en tag, tag ons in de stories als je onze podcast luistert. Dat vinden we superleuk. En vergeet ook niet, in onze show notes staat een linkje naar de nieuwsbrief. Ook even doen. En dan uh, bedankt voor het luisteren eigenlijk. ja. Streef naar vooruitgang. Niet naar perfectie.